De zaterdag in Utrecht opgepakte Elmer Leeky is inmiddels overgebracht naar het Bredaanse politiebureau aan de Mijkenbroek en is daar verhoord. Zijn advocaat, Menno Buntsma, was vandaag op de rechtbank in Breda. Ja, hij is vastgezet voor 14 dagen. Dat is conform het verzoek van de officier van justitie, waar ernstig bezwaar tegen hem. Ja. Welke bezwaren? Ja, ik kan u niet inhoudelijk hier aangeven welke bezwaren dat zijn, maar het dossier gaf voldoende aanleiding voor de rechtercommissaris om hem vast te zetten. Ja. Hij is zaterdagmiddag aangehouden in Utrecht. Dat ging niet zonder slag of stoot. Dat klopt, dat klopt. Hij is hardhandig aangehouden. Nou is dat op zichzelf niet bijzonder. Er mag geweld worden gebruikt, zeker wanneer iemand ontvlucht is en geweldsinstructies. En dan kun je dus gewond raken, dan kun je blauwe plekken oplopen. Maar men heeft hier nogal veel geweld gebruikt. En zelfs toen hij geboeid was, gestampt en getrapt. En dat is ernstig. Ja. U hebt een klacht ingediend? Ja, dat klopt. Klacht met de officier van justitie ingediend. Het zal waarschijnlijk in Utrecht worden afgehandeld. Maar ik vind het geweld buitenproportioneel. Zeker ook omdat hij nu bloed plast en een stuk van zijn endeldarm is eruit. En dat is volstrekt abnormaal. Je kunt niet zeggen dat er fors geweld is toegepast. Hij is gewoon echt op het rand van mishandelen, zeg maar. U bent geloof ik ook op zoek naar filmbeelden daarvan. Ja, inderdaad. Ik zou graag willen beschikken over filmbeelden. Zullen er mensen ongetwijfeld zijn geweest die dat op film hebben opgenomen. Dan kunnen we zien wat er van waar is en vergelijken met het verslag van de geweldstoepassing. Want er komt een officieel verslag ook van. Wat gaat er nu verder gebeuren? Nou, de klachtzaak die krijgt zijn eigen loop. En dan wordt uiteindelijk beoordeeld door de bevoegde korpschef of er wel of niet buiten boekjes is gegaan. En dan kunnen maatregelen worden getroffen. Maar zover is uiteraard niet. De klacht is er net aan het onderzoek begint. Andere kant is een strafzaak en die loopt nu. Hij zit in alle beperkingen. En dat betekent dat op dit moment weinig inhouders kunnen zeggen. Er is een beschuldiging niet meer dan dat. Die wordt verder onderzocht. En uiteindelijk na zo'n ruim 3,5 maand moet die voorkomen. U hebt uw cliënt gesproken? Ja, dat is juist. Ja. Hoe is hij aan toe? Ja, hij ziet er nog steeds niet uit. Hè. Het is een jongen die rondom in elkaar geslagen is. En verschrikkelijk dikke ogen. Zelfs op het wit van zijn ogen is bloed. Overal bloeduitstorting. Het ziet er gewoon niet uit. Ja. Weet u waar hij al die tijd geweest is? Nee, dat weet ik niet. Nee, ik weet niet waar hij geweest is. Ik weet wel waar hij is aangehouden. Ja, dat wel. Hoe reageren zijn ouders op de gewelddadige aanhouding? Ze zijn bang dat hij inwendig letsel heeft. Dat moet worden onderzocht. Een officier heeft net toegezegd dat hij dat opnieuw gaat laten onderzoeken door de artsen.